Zo. Een mini rondje. Shake. En ik ga weer zitten. Wow. Ja, dat. Vandaag maak ik Bami voor Emily. En dan maak ik even een grote hoeveelheid. Dan kan dat lekker in de diepvries. En zelf stop ik de inhoud in een wrap. Ook verschrikkelijk lekker. Stokbidden. Raaf en ik gaan naar boven. En drinken meenemen. We gaan lekker in bed liggen, Raaf. Wie daarvan? Nog even Snackmasters kijken, de finale. Goedemorgen. Dit voelt zoals het eruit ziet. Heel pijnlijk. Praten gaat wel, want dan beweeg je je lippen wel, maar niet zeg maar dat stukje waar het net op zit. Dus dat scheelt. Maar verder doet het wel lekker zeer. Ik ben weer heel erg hoofdpijn. Dus ik ben ook niet beter. Dat is de conclusie eigenlijk van vanmorgen. Het is inmiddels 7:15. Ik ga even met Rafi lopen. Het waait al heel hard hier. Nog niet storm. Maar wel zodanig hard. Dat een klein rondje met Rafi meer dan genoeg is even. Meer red ik ook niet. En vanmiddag gaat hij wel een groter rondje. Maar niet met mij. Maar we lopen even een klein rondje. Hij vindt het denk ik ook al lang wel best. Want zodra het nat is of waait of zo, vindt hij het ook niet zo lekker om buiten te lopen. Dat snap ik ook wel als je zo klein bent als hij is. En nou is hij nog groter dan dat Puk is natuurlijk. Dus ja. Goed. Ik ga mijn armen naar beneden doen. Dit gaat niet. 1 minuut. Dat is meer dan gisteren. Zo. Een mini rondje. Shake. En ik ga weer zitten. Wow. Ja. Dat. Maar goed. Het zij zo. De vaatwasser staat open, moet uitgeruimd. Ik ga Emily even vragen of die dat wil doen. Want ik ga eens een poosje zitten. Het is klaar weer even. Bizar jongens, echt. Het is niet oké. Okay. Ik ga zo meteen toch nog weer een zelftest doen. Ik had de GGD gebeld. Ik zeg van, joh, ik heb allemaal zulke typische klachten. Maar ze zeiden ook van, ja, je kunt een vroege test hebben. Dus ik ga zo nog even een zelftest doen. Misschien dat daar nu wel een streepje bij staat, dan kun je nog opnieuw een GGD-test laten doen. Maar ik ben letterlijk net 20 minuten, nee, 40 minuten uit bed. En ik ben gewoon halfweg, eigenlijk kan ik wel weer slapen. Dat is niet normaal. Niet in mijn wereld. Nou, inmiddels is het lunchtijd. Ik heb 2 eitjes die staan te koken. Ik heb kip, ik heb groenten. Dat zal vandaag wel even prima als lunch. En nog niet veel verder dan mijn stoel geweest. Net weer even een blokje met Rafi gelopen. En dan loop ik echt letterlijk voor erin. Om het blok heen. Om het blok van de achterburen heen en weer terug. Het waait hier al wel behoorlijk. Maar nog niet dat ik denk, oh dit is Corrie of zo. Of nou ja, deze heet Dudley die voorbij komt. Maar het schijnt vanmiddag nog echt wel heel hard te gaan waaien hier. Ze hebben het zelfs over windkracht 9. Dus nou ja, goed. Alles staat van mij binnen nog. Dat had ik nog binnen laten staan. We gaan het gewoon wel zien hoe hard het gaat waaien. Misschien valt het wel allemaal mee. Vandaag maak ik Bami voor Emily. En dan maak ik even een grote hoeveelheid. Dan kan dat lekker in de diepvries. En zelf stop ik de inhoud in een wrap. Ook verschrikkelijk lekker. Dan heb je een soort Oosterse wrap, zeg maar. Met een beetje zoetzure chilisaus. Dat is de gewone. Dus er zit wel wat suiker in. Maar ik neem niet heel erg veel. Maar nou ja, daar was ik even mee bezig. Dat doe ik in etappes. Omdat de pootjes een beetje moe zijn. Maar ik ga nu even het laatste stukje doen. Dus dat is de pan aanzetten. En dat gaat. Nou, Dudley die raast hier om het huis heen. Ze hadden vanmiddag nog gezegd, nou, wordt niet zo'n hele erge storm. Het waait behoorlijk. Er klapt ook ergens iets. Niet bij mij, maar wel ergens anders. Oh ja, ik moest toch even van het zonnescherm met stok naar binnen halen. Laat ik dat nog even doen. Verder heb ik even een blokje met Rafi gelopen. Maar die waait dus altijd alweer om, zo hard waait het. En nu regent het ook nog. Dus blij dat wij al geweest zijn, dat we niet nog moeten. Dus dat ga ik even regelen. De stok binnenhalen. Stok binnen. Rafi en ik gaan naar boven. En drinken meenemen. We gaan lekker in bed liggen, Raaf. Wie daarvan? Nog even Snackmasters kijken, de finale. En dan is het morgen geweest voor vandaag.
Ik was net al hardgrondig aan het gapen toen ik aan de telefoon was. Dus tijd om mijn bed op te zoeken. Ga zo, even fixen. Boven. Alle ramen heel goed dicht gedaan. Overal de knipper op. Ik moet mijn haren ook wassen, zie ik. Het is helemaal gaan pluizen. Komt omdat ik zoveel in bed lig, denk ik. Morgen maar even doen. Maar ik ben benieuwd wat ze in snackmasters moeten gaan maken voor snack vandaag. Het is de finale, is ook alweer de laatste aflevering. Zo jammer. Ik heb nog mijn lippen weer ingesmeerd. Maar het wordt gelukkig niet, breidt zich niet verder uit. Daar ben ik al heel blij mee. Ik heb ook al eens een keer gehad dat het helemaal zo zat. Kan ik je niet aanraden. Nu ziet het alleen maar daar. Dus goed te doen. Maar goed, ik ga lekker even snackmasters kijken. Ja, en het laatste stukje ging dus over Dudley die voorbij kwam. Woensdag, een hangdag. Inmiddels is het vrijdag, hebben we Eunice op bezoek. Die is nu echt aangekomen, kan ik je vertellen. Maar Dudley die deed ook zijn best, zeg maar. Zo, dan slaap ik sowieso al heel slecht als ik ziek ben. Dan droom ik echt dat je de meest waanzinnige dingen, dan schrik ik wakker en vervolgens val ik... Duurt het echt al anderhalf, twee uur voordat ik in slaap val. En dan slaap ik weer een stukje. Droom ik weer heel raar. Nou, daar rust je niet echt vanuit, zeg maar. Maar goed. Dag 2 was dit, denk ik, in quarantaine. Dinsdag dag 1. Ja, eigenlijk maandag dag 1. Dinsdag 2, dinsdag 3. Ja, eigenlijk weer uit quarantaine, min of meer. Want de test was negatief, gelukkig. Maar beroerd nog steeds. Ja. Het hoort er een beetje bij, helaas. In elk geval, dit is het einde van deze video. Morgen is er gewoon weer een nieuwe. Ik ben maar gewoon door blijven filmen. En ook al is het misschien niet veel, ja, weet je, dat hoort erbij. Ik zie je heel graag morgen dan bij die nieuwe video. Ik hoop dat je hem leuk vond, deze. Duimpje omhoog word ik blij van. Abonneren word ik nog veel blij van. Stel ik echt heel erg op prijs. Ik zie je heel graag morgen in een nieuwe video. Dus alvast bedankt voor het kijken. Hele fijne dag als jij morgens hebt gekeken. Kijk je naar 's avonds, slaap lekker. Mooie dromen. Morgen ben ik er gewoon weer met een hele nieuwe video. Dus tot dan. Dag. Raffi, heb je een muis? Een muis aan het opeten. Stiekem is de rat van Ikea, maar we noemen hem muis omdat we een rat hebben. Ik mag hem niet pakken, hè. Nee, dan. Dat wil je niet. Ja, het waait, hè. Storm buiten, dat vind je helemaal niks. Nee, maar de poes is hier vandaag niet. Nee, de poes komt niet, het waait te hard, die is binnen. Ja, je hoort de wind, hè. Dan tikt het tegen het raam aan. Nou, ga jij maar op je muis passen. Hè? Ja, doe je goed. Wat is er, Raffi? Ben je aan het spelen met je muis? Ja, hè. Ja. Hij wil heel graag wandelen, maar de energie ontbreekt me. Ze moet nog heel veel geduld hebben. Ja. Wat wil je? Wil je wandelen? Ja, hè? Ik weet het. Maar mijn hoofd moet nog even wakker worden. Even geduld, vriend. Ik mag niet stoppen met aaien.